Vandaag in Ment Late Night, Jeroen de Nagel, bekend als het bijtensuur van P-magazine, of moeten we nu zeggen vroeger bekend van. Vele missen en andere BV-vrouwen zijn bekend geworden door een covershoot of badpakkenspecial van hetzelfde blad. Jeroen zijn carrière begon bij Big Brother. Voyeurisme TV uit de jaren 90. Hij haalde de jackpot net niet, maar raakte wel plots wereldberoemd in Vlaanderen. En toen ging het snel. Talkhost bij jongerenzender Jim TV en maakte zijn debuut als journalist voor het mannenblad P-magazine. Hij bouwde zijn mediacarrière verder uit bij het productiehuis van Goede Liekes, waar hij als regisseur en redacteur zijn sporen bij programma's als Recht van Antwoord en De Plankaarts verdiende. Van opleiding is hij, ik verzin het niet, bio-ingenieur in de landbouwkunde. De laatste tijd klaagde hij over het feit dat gin drinken tussen halfnaakte vrouwen hard labeur is. Het tijdperk van de babes is volgens Jeroen voorbij. De boekjes zijn ten dode opgeschreven. Na P-magazine zal de rest volgen. En toen was er niets meer. Het zwarte gat. Geen Leslie Ann Poppes of Veronique de Kok. De absolute leegte. Welkom in Ment Late Night. Aan het einde van P-magazine. De nu al legendarische quote, Jeroen. En ik vond het toch met zin voor dramatiek. Iemand vraagt aan jou, wat ga je volgende maand doen, meneer de Nagel? En jij antwoordt, appelmoes maken en vogelen. Ja, dat klopt ook. Nee. Of ja. Is dat zoiets van, ik moet hier iets verzinnen, ik moet hier iets antwoorden? Nee. Ik had op voorhand ook gezegd, als ze mij dat gaan vragen, ga ik dat ook antwoorden, omdat dat de waarheid is. Ik ben nu op dit moment thuis appelsieder aan het maken. Meen klinkt dat? Iets sexier dan appelmoes. Ja. Maar nu, ik woon in Wallonië, ik heb een grote boomhaard, de appels zijn aan het vallen. Het is ook het seizoen van de trek, de vogeltrek. Ja. Dus ik ben ornitholoog, dus ik ga nu vogelen. Soort vogelen, ja. Nee, ik link natuurlijk met badpakken en babes van P-magazine. Daar gaan we natuurlijk, dat is altijd wat je hoort over dat magazine. Is het nu het zwarte gat? Weet je wat dat je gaat doen? Of was het ook onverwacht, by the way? Het is wel een beetje het zwarte gat. In die zin dat je jarenlang in een bepaald stramien hebt gezeten, dat je elke week een boekje moet maken. Mm-hmm. En het is nu dinsdag vandaag. En dat kan ik beter misschien niet zeggen, want ik weet niet als we vandaag uit zijn. Maar wat, je bent dat wekelijks stramien kwijt. Je weet, deze week moet ik geen boekje maken. En dat is de eerste keer in 3 jaar. Dus dat is wel wat het zwarte gat. Maar ik veronderstel dat ik toch binnen een paar weken wel enkele jobaanbiedingen ga krijgen. Mm-hmm. Dus of ik nu echt nog in het zwart gat zit, dat weet ik nu nog niet. Wil je in de boekjesfeer blijven? Wil je in de geschreven pers blijven? Want sommige mensen zeggen, ja, dit is een voorbeeld van hoe het nu verder gaat in ons land. Boekjes verkopen niet meer. Ik zou wel graag ergens in de journalistiek blijven, omdat ik wel denk dat dat hetgeen is wat ik het beste kan. Of dat ook zo gaat zijn, als dat de bladenmarkt zal zijn of tv, dat weet ik niet. Maar ik zie mij niet meer terug bio-ingenieur zijn in een suikerfabriek zoals 20 jaar geleden. Dan denk ik dat ik daar de know-how ook niet meer voor heb. Ja, daar komen we straks even op terug. Dan gaan we beuteren in jouw verleden, want niet iedereen kent jouw verleden. Nu, als het gaat over boekjes, over imago, dan... ik heb hier even gewoon de samenvatting. Het zijn de klassiekers. Dit zijn alle covers. Ja. En ik denk dat het gros van Vlaanderen P-magazine zo herkende. Mm-hmm. Als je dan even doorscrollt, dan wordt het nog altijd mooier. Dit was het imago. Maar, laten we eerlijk zijn... Binnenin datzelfde blad stonden toch zeer straffe journalistieke artikels die nooit erkenning kregen. Ja. Heb je dat nooit kunnen doorbreken? Ja, maar je haalt een heel moeilijk en delicaat punt aan. Je haalt de kern aan van het probleem van P-magazine. En dat is het volgende. We kunnen niet met de babes, maar ook niet zonder. En daarmee bedoel ik, het moment dat we de babes niet meer op de cover zetten, dan zag je ons verkoopcijfers dalen. Is dat zo? Dat is zo. Dat is het jaar. Dat is één keer gebeurd onder Patrick de Witte. Ja, ik wilde net zeggen, je voorganger, Patrick de Witte, helaas veel te vroeg heen gegaan. Die zei van, we willen er vanaf van dit beeldverhaal. Ja. En toen ging de verkoop naar beneden. Hij heeft dat gedaan. En op 9 maanden tijd zijn we van 41.000 naar 27.000 gezakt. Dat was 30%. Ja. Jij komt aan het bewind. Dan zijn we 5.000-6.000 onmiddellijk gestegen. Ik moest maar één ingreep doen, dat was die beep terug op de cover zetten. Ja. Dus de mensen verwachten dat toch wel. Ja, voilà. Anderzijds, en dat is de frustratie van elke hoofdredacteur geweest, wordt je journalistieke serieus ondersneeuwd door de beep op de cover te zetten. We verzinnen het niet. Het is al gebeurd dat we bijvoorbeeld een politicus willen interviewen en die antwoordt aan de telefoon van, moet ik mijn bikini aandoen? Maar is dat niet een beetje vreemd? Heeft dat iets te maken met de Vlaamse cultuur? Ik kan me inbeelden, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië heb je een heel andere printcultuur, waarbij men geen problemen heeft met een covergirl of te combineren met de serieus. Wat ik vooral denk, dat het excuus... ik vind ook verstandige mensen kijken daardoor. Die doen boeken kunnen openen en die lezen artikels die erin staan. Maar ik denk dat het vooral gebruikt geweest is, die beep, door de concurrerende media.
die daar een makkelijk excuus in zagen om ons gewoon altijd weg te zetten als dat de boekskunde. Ik heb het nog van een paar maanden geleden nog van een concurrerende journalist moeten horen, wat het niet eens was met een uitspraak van mij. Dus ik wil maar zeggen, het werd makkelijk gebruikt. En als je niet opgepikt wordt, als klein blad, dan ga je daaronder lijden. Je bent maar relevant als je artikels gebruikt worden op televisie, bij de VRT, in grote kranten. En als dat niet gebeurt en je concurrentie haalt de beep aan, je geeft ze makkelijk een munitie om op jou te schieten, omdat net die beep op de cover staat. Ja. Even terug naar het einde van het blad. Is het nu finaal gedaan? Ik denk dat de wekelijkse print finaal gedaan is. Ik weet niet wat de nieuwe overnemer met het blad van plan is. Ik hoor allerlei geruchten. Wie is de overnemer? Well, het is dezelfde, het is Maurice de Velder. Heeft het zelf overgenomen? Heeft het zelf overgenomen, ja. Dus, ja. Maar ik denk een wekelijkse print dat uitgesloten is, aangezien dat heel de redactie ook bedankt is voor bewezen diensten. Ik zie niet in hoe dat ze nu nog een wekelijks blad gaan maken. Cynisch, ik ging op zoek naar... Ik zie er daar een liggen. Ja. Het laatste nummer. Uitverkocht? Wel, we zijn 3 dagen ver dat in de winkel ligt. En ik heb er toch bij de voorbije 2 krantenwinkels geen enkel nog zien liggen. Ik weet het niet, ik denk het wel, ja. Mag ik hem eens vastnemen? Dat is een icoon. Dit gaan ze verzamelen. 97-2015. Hoe lang heb je ervoor gewerkt eigenlijk voor dit... Vanaf 2000. Vanaf 2000? 2001, excuseer. Ja. 2001, ja. Dat is een groot... Dat is een stuk van je leven. Ja, Alain Grootarts was toen nog de oprichter, was toen nog hoofdredacteur. Die heeft mij binnengehaald. Ja, dat is een stuk van je leven. Ja. Die zit nu in Spanje, te genieten met zijn ranch. Bewuste keuze ook. De cover, ja. Ja. Ik heb vernomen dat het ideale model is. Ja, die heeft 33 keer, we hebben het geteld vorige week, 33 keer op de cover gestaan, Veronique. Die is, als je de foto van 97 ernaast legt, ja, die blijft even mooi. Mm. Heel stout misschien van mij, maar de babes zijn meegegroeid in leeftijd met de lezer? Wel, nee, dat is niet stout. Dat is een beetje het probleem ook. We hebben er een paar nieuwe gehad, maar er is wel iets met de babecultuur aan de hand. Ja. Vroeger hadden we Pascal Nasus, had Hans Thibault, had Philippe de Kok, had Ilse van Mulemeester, Fedra Hoste. Ja. Elke 3 maanden lanceerde VTM een nieuwe BV. Je had realityprogramma's, Big Brother, Temptation Island. De omroepsters, de misverkiezingen zaten nog niet op hun gat. Ja. De laatste mis die het iets wat gedaan heeft in de media is Annelien Korwitz. En dat is nu intussen al 10 jaar geleden. Dus de babecultuur is ook voor een deel weg. En dat is ook een probleem die wij hebben. Het is niet toevallig dat Veronique daar nog op staat. Het is ook nog altijd ons best verkopende babe. Ja. Cynisme, best verkopende blad. Eindigt eigenlijk op dit moment, of moet ik het omdraaien? Je kan alles bekijken op mentlatenight.tv. We komen terug zo dadelijk met veel meer en Jeroen de Nagel. Welkom terug bij Ment Late Night. Wat is er toch aan de hand met de boekjes? Waarom koopt u ze niet meer zo massaal? Of zit u, zelfs op dit uur, nog te kijken op internet naar al die babes? En is de babecultuur verdwenen? En hoe zit het met de journalistiek? Heel veel vragen in deze moment Late Night met Jeroen de Nagel. Jeroen, het blad wordt nu overgenomen door de vorige eigenaar. We weten niet wat er van gaat komen. Maar er is ook een actie. Ik heb die hier opgezocht. Namelijk, P-lezers zetten een initiatief op poten. P-magazine moet blijven. Loopt dat wat? Of hoe zit het? Dat initiatief is opgestart na het slechte nieuws uiteindelijk. Dus wij waren toen al, was het spel gespeeld. In die zin, wij hadden een bod gedaan met een aantal journalisten, maar dat was lager dan het bod van de nieuwe overnemer. Dat bod, over hoeveel ging dat dan eigenlijk? Goh, ik wil dat zeggen, dat was 10.000 euro. €10.000? Ja, dat was met een zevental journalisten, uw spaarpot, kijk, weet je, dat leggen we. Maar het is ongesloten omslag, dus je weet niet wat dat bod kan zijn. Ja. Je hebt daar je eigen centen ook ingestoken dan. Dat je zegt van ik geloof daarin, ik wil daarmee doorgaan. Dus dat is toch een zeer groot geloof. Ja, maar kijk, ik ga ook straight zijn. Het is niet gezegd als ik dat bod had binnengehaald, dat ik nog een wekelijks blad zou uitgebracht hebben. Daar ging ik zeker al om te beginnen externe investeerders voor nodig gehad hebben. En daar ging ik ook met een ander plan gekomen zijn. Ik ging het wellicht een luxe versie gemaakt hebben die over 3 maanden had of zoiets. Want uiteindelijk, de bladenmarkt op zich, die is foutu. Dat is om zeep. Vooral voor P-magazine en andere bladen die een zeker jong lezerspubliek aanspreken. Nou, denk ik ook aan de Humo. Mm-hmm. De Humo is van 270.000 lezers naar 100.000 gegaan in een viertal jaar.
Wij, dat is gedeeld door 2,7. Als je ons maximum aantal bekijkt, dat was 65.000, en je deelt door 2,7, dan kom je ook ongeveer aan waar we nu zitten, 27.000. Wat wil dat zijn? Dat is de trend van de markt. Mm-hmm. Wat blijkt daaruit? Dat eigenlijk, wat concludeer ik daaruit? Is dat wij dat de doelgroep waar wij in zaten, ons lezerpubliek, was behoorlijk jong. Ja. Dus die mensen lezen niet meer. Die lezen Facebook, die lezen Twitter. Ze halen een leesvoer op internet. Die print is daar dood. Wat zie je? De oudere tijdschriften, en ik bedoel daarmee tijdschriften met een ouder publiek, dan denk ik aan Knak, aan TV Primo, mm-hmm. dat die wel overeind blijven. Omdat die een trouw lezerspubliek hebben en een ouder publiek ook. Mm-hmm. En daarom, de print naar de doelgroep van jonge mensen is volgens mij ten dode opgeschreven. Mm-hmm. Natuurlijk, Humo zit nog met reserve. Die hebben 100.000. Wij hadden die reserve niet meer om leefbaar te blijven. Nichebladen zie ik ook nog toekomst in. Ik werk ook mee aan een wielerblad, dat is Bahamontes. Dat stijgt wel, omdat mensen wel tijd willen steken in het feit van, kijk, ik heb hier een schoon boekje, dat is een onderwerp dat mij interesseert, volledig in mijn interesse. Daar kan ik even op de wc-pot gaan zitten en een half uur lezen, bij wijze van spreken. Maar kunnen we het ook eens even... Het gaat niet alleen over babes, of ging niet alleen over babes in P-magazine. Nee. Het ging ook over journalistiek. Mm-hmm. Ik denk dat daar heel veel frustratie zat, toch ook bij de redactie of bij jou, waarbij je investigating journalism deed, maar dat je daar geen erkenning van kreeg. Nee, ik kan nog een mooi recent voorbeeld aanhalen. Een maand geleden hadden wij een onderzoeksjournalistiek artikel over een uitspraak van John Crombé, de SPA-politicus, in het VTM-journaal De Zondagmiddag. Daar had hij gezegd van, kijk, het leven gaat €679 duurder worden per gemiddeld Vlaams gezin. Mm-hmm. Ik dacht in mijn eigen, ik ga dat toch een keer onderzoeken, checken. Moet elke journalist... Ja. Eigenlijk dat wel checken. Doen, maar dat werd klakloos overgenomen, standaardags ook in de Standaard en zo. Dus ik dacht van, kom, we gaan daar een journalist op steken, ik ga wat meehelpen. We bellen wat rond, we vragen dat cijfer, de berekening van dat cijfer op. Ja, wat bleek dat dus bijeen gefantaseerd was, dat totaal niet klopte. Dat ging eigenlijk over het feit van, ja, als je twee kinderen hebt aan de NIF en je hebt drie plastische chirurgie ingrepen laten voeren, dan wordt je leven, en je rijdt met een dikke vervuilende diesel, dan is je leven €679 per maand duurder. Dus pure fiction, pure volksverlakkerij, pure leugens. Eigenlijk desinformatie vanuit desinformatie, de politiek dan. Maar dat wordt totaal niet opgepikt. Wij hadden daar echt, een politiek bommetje kunnen gooien. En dan zie je dat niet opgepikt wordt. Dat wordt wel 3.000-4.000 keer gedeeld op internet. Maar pertinent geweigerd door de traditionele media om dat over te nemen. En dan zakt de frustratie in je schoen. Dan zakt de moed weer in je schoen. Waarom is dat? Waarom wordt het niet overgenomen? Je zou toch zeggen, dit is dan een voorbeeld van een verhaal. Je hebt ook het De Nul verhaal gehad. De Nul, net hetzelfde. Daar was heel de aandacht ging over het feit dat wij ter rekken werden genomen, maar niet naar de kern van de zaak. Waar ging dat artikel over? Dat werd totaal niet Is dat niet over. Vlaanderen? Is Vlaanderen eigenlijk niet klaar voor dat soort journalistiek? Of wil Vlaanderen het niet weten? Sorry, maar ik heb nooit voor andere media gewerkt. Ik heb nooit voor buitenlandse media gewerkt, dus ik kan niet vergelijken. Maar het is alleszins geen positieve evolutie. Het is ook geen fijn eigenschap van journalisten onder elkaar, denk ik ook. Krijg je dan kritiek vanuit politieke hoek als je zo'n stuk publiceert? Nee, want politici zijn behoorlijk voorzichtig met de media, heb ik wel ondervonden. Je krijgt geen kritiek, men zwijgt je gewoon dood. Dat is nog het allerergste. Ik zou graag het is geen censuur, maar het is wel verzwijgen. Dus het is verzwijgen, het is doodzwijgen. Ik zou graag gehad hebben dat er iemand opsprong van een andere redactie die zei wat P-magazine vertelde is onwaar. Maar dat gebeurt nooit. Ja. Het wordt gewoon doodgezwegen. Het blad was heel veel rock'n'roll, eigenlijk. Dat klinkt voor de jonge kijkers, als die nog zo laat op zijn, is dat toch sowieso al fout. Maar goed, voor de jonge kijkers is dat raar, rock'n'roll. Vandaag zijn het allemaal andere nieuwe trends. Ook seks, hè? Seks en rock'n'roll, drugs. En dan natuurlijk nog wat investigating journalism. Je gaat dit natuurlijk missen, hè? Want als je nu zegt van ik ga in mijn volgende job en ik blijf in print, ik zou begot niet weten waar ik je moet plaatsen nu. Help me zeker. Ik denk dat we daar dieper op... Zit erop. Al aan uw pensioen gedacht, want je bent geboren in 1971, je bent 44 jaar. We moeten langer werken, dus je moet nog minimum 25 jaar aan de waggel. Je moet veel appelmoes maken. Ja. Ja. Je was toch in dienst, hoop ik? Ik was freelancer. Ja, ik was zelfstandig. Ja. En ras echte Gentenaar. We gaan zo dadelijk de vinger op de pols leggen. Blijven kijken. Welkom terug bij Ment Late Night. Bijna een depressie tijdens de break met Jeroen de Nagel toen ik vroeg waar gaat zijn carrière naartoe. Dus we hebben de wijn er nog eens bij geschonken. Als ik nu even naar je carrière ga, want jouw opleiding, en dat vond ik zo vreemd, landbouwkundige,
dan was je milieuconsultant. Dat is toch iets helemaal anders dan media? Wanneer heb je het licht gezien? Of wanneer ben je eigenlijk in die media terechtgekomen? Weet je, dat is zo... Vroeger kon je niet studeren voor journalisten. Mijn droom was altijd journalist worden, maar dat bestond niet. Ja. En ik was goed in wetenschap en de natuur interesseerde mij, de biologie. En dan ben ik bio-ingenieur geworden. Ja. En ja, dan ben ik verzeild geraakt in een suikerfabriek in Moerbeek-Oise, die intussen al tegen de grond gegaan is. Ja. En na 4 jaar had ik daar wel gezien. En dan... Ik was zo ongelukkig in mijn job. Ook omdat ingenieur is een mooi beroep, maar je moet alsmaar meer manager zijn. Je moet Flerik gestudeerd hebben om als ingenieur mee te kunnen. En dat frustreerde mij zodanig dat ik me op een bepaald dag zeggen, weet je wat, ik ga me inschrijven voor Big Brother. Ik zag zo een advertentie. Heb jij 100 dagen voor ons, dan hebben wij 5 miljoen voor jou. En dat was toen net toen het Biosfeer 2-project in Arizona opgericht werd. En ik vond dat heel boeiend. Ja. Overleven enkel met Ceres, met de groente, met het licht dat er is. Weg van de maatschappij, afgezonderd. En ik zeg, oké, dat gaat een tof avontuur worden. Ik ga eraan meedoen. Ja, ik kon niet dromen dat ik 3 maanden later niet meer op straat kon lopen zonder herkend te worden. Ik zal iets delen met jou ook. Toen ik industrieel ingenieur ging studeren, kregen wij een rondleiding in een bedrijf. En dan zeggen ze van, kijk, als je industrieel ingenieur wordt, we zijn nog iets ouder dan jij, dat was de toekomst, dat ga je worden. Dus ik ben gestopt met industrieel ingenieur en ben dan maar wat beginnen praten. En dit is het gevolg. 5 jaar geleden was je het allemaal beu. Ja. Je ging op zoek naar het beest. Mag ik je even citeren? Hè? Ik citeer toch graag. Eigenlijk had ik het hier wel een beetje gehad. Onze gejaagde prestatiegerichte maatschappij begint me meer en meer af te schrikken. Hè, dat zeg jij. Ik ben een natuurmens. Nu vroeg ik mij af, hoeveel vreemde paddenstoelen had jij gegeten toen dat je dat zei? Ja. Wat ja? Had je paddenstoel gegeten? Paddenstoel gegeten. Nee, ja. Nee, maar, dat is waar, maar ik verschiet van die uitspraak ook nu. Dat is jouw uitspraak? Ja. Terwijl dat ik dan daarna in het hoofdredacteurschap... Ja, want de gsm en het... Ik ga verder. Ja? Hè, de gsm en het internet bepalen ons leven. En nadien word je hoofdredacteur van een blad als P-magazine. En dan zeg je, we lopen als kiekes zonder kop in de mallenmolen mee. Ja. We kikken op onze duizenden vrienden op Facebook, maar eigenlijk hebben we ons nog nooit zo eenzaam gevoeld. Dat zijn jouw woorden. Ja. Nu jij. Ja, ik denk dat... ik sta even met mijn mond vol tand, maar ik sta nog altijd achter die woorden. Ja. Daarom woon ik ook in de natuur in Wallonië en kom ik altijd tot rust thuis. Maar dan vraag ik natuurlijk, waar is het fout gelopen? Hè? Het is fout gelopen... Als je hierachter staat en je gaat iets helemaal anders doen. Het is fout gelopen door het feit dat je als je in België woont, als je in Vlaanderen woont, kan je niet zeggen, ik zet de knop uit. Je kan dat in het buitenland, omdat je dan een soort in een andere ritme zit. Maar je wordt verplicht om op een bepaald ritme mee te leven. Het verkeer alleen al. Je bent niet in staat om in Vlaanderen u af te scheiden van de maatschappij. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Je bent naar het buitenland getrokken toen. Ik ben een jaar erop bij de wereld rondgereisd. Ik heb gekampeerd. Ik heb van... Helemaal alleen? Moederziel alleen? Nee, met mijn huidige vrouw ben ik rondgetrokken. Ja. Was het een verrijking? Dat is fantastisch. Maar als je dan terug in dat keurslijf terugkomt in Vlaanderen en je hebt zonder een ziekte op te lopen op die eilanden, waar heb je overal gezien? Fiji, Australië, Nieuw-Zeeland. Zou je dat de mensen aanraden? Zeggen, maak een break in je leven. We financieren het nog vanuit de overheid en trekken je aan rond. Ik zou dat zeker aanraden. En het leerde ook alles relativeren, want ik herinner mij nog dat ik op Fiji zat en er was daar net een orkaan voorbij gepasseerd. Een week voordat wij daartoe kwamen. Iedereen was alles kwijt. Mm-hmm. En dan lees je op de site, de redactie, dat er een rel is omdat er een of andere minister van Buitenlandse Zaken een petje op had bij een bezoek bij Kabila of zo. Iets heel onnozel. Of dat de mensen 2 uur op een vliegtuig moeten wachten omdat er een vulkaan uitgebarst is op IJsland. Dat je zegt, maar jongens, je moet 2 uur wachten... In een luchthaven, terwijl dat mensen hier rond mij een huis kwijt zijn. Oké, maar wat heb je daar geleerd? Wat zijn de mooiste momenten die je op die wereldreis hebt meegemaakt? Of misschien ook de slechtste momenten? Het tempo die weggaat, het afgescheiden zijn van alle dingen die je eigenlijk stress bezorgen. Complete relaxen. Maar dat je hebt wel geld nodig, anders kan je geen wereldreis maken. Ik heb daar wel artikels geschreven. Hè? Ja. Dus je hebt geld verdiend. Ik heb op zoek naar het beest. Ik schreef 1 artikel op een maand, op het gemak. 1 kolomke per week, dus. Maar ja. Het is een soort dualiteit die ik niet begrijp bij jou. Enerzijds zit je in die mediawereld, in de print, in de boekjes, in de papecultuur. En anderzijds ga je dan op zoek naar de eenzaamheid en die,
die reis rond de wereld op zoek naar het tegenovergestelde. Maar... zijn er twee Jeroen de Nagels? Ja, absoluut. En het is vooral de ene Jeroen de Nagel die, hoe moet ik zeggen, die niet kan leven zoals hij wil. En daarmee bedoel ik, de omstandigheden zitten hier tegen. Ik ben heel gevoelig voor prikkels. Mm-hmm. En ik ben snel ben ik op het foute pad. Het is dat ik bedoel. Ja. Ik had me voorgenomen om mij niet meer op te jagen in het verkeer, om mij niet meer kwaad te maken. Ik had een soort zen-status gecreëerd. Mm-hmm. Wel, na 3 weken kon dat in de vuilbak. En mijn vriendin zegt dat dikwijls van, je wordt zo aangenaam op wereldreis, maar dat vergif sluipt en nu de stress van de file. Ik ben een workaholic ook. Ik kan niet falen. Ik ben perfectionist. Mm-hmm. En vanaf dat ik iets neem, dat ik iets in mijn hand neem, een zekere verantwoordelijkheid, pak, dan doe ik dat 100%. En ik zit ook geweldig in wat dat mensen over mij denken. En ik, zeker als baas, vind ik dat je verantwoordelijkheid moet pakken. Ja. En het je m'en fous zeggen, dat moet ik leren. Ja. En dat is moeilijk. We komen daar zo dadelijk op terug. Je doet ook heel veel straffe uitspraken op Facebook-account. Social media is een onderdeel daarvan. En ook over de BV's. Blijven kijken. Nog steeds in de studio, Jeroen de Nagel. Een duale persoon ontdekken we nu, maar hij heeft ook wel heel veel straffe uitspraken. Eentje op Facebook dacht ik, elke dag tussen de halfnaakte beauties gin tonics drinken, je zou bijna naar een match van de Rode Duivels verlangen. Ik vind het volledig fout, als ik mag kiezen, de Rode Duivels. Volledig fout. Maar je hebt heel veel uitspraken, ook over actualiteit. Je zegt, ik jaag mij wel op. Ik heb soms de indruk dat je je opjaagt. Je kijkt naar andere media, bijvoorbeeld over de vluchtelingen. Waarom geen crowdfunding voor de kinderbijslag? Hashtag van vluchtelingen organiseren, zijn we meteen van dat sociale zekerheid in gevaar gezeur vanaf. Sluit alsjeblieft de hogescholen journalistiek, dan hoeven we zo'n prietpraat niet meer te lezen. Ja. Maar die je laatste... kan je nogal opjagen, je zei het daarnet. Ja, ook te eigenlijk hoor, want... Kijk, daar achtervolgt u dan, dan komt er naar mensen. Ja, maar er staat er nog één over de vluchtelingen. Hoe lossen we het vluchtelingenprobleem op? De oorlog in Syrië moet stoppen. En dan hashtag nog zo één, het is kerstmis. Hashtag vluchtelingendebat VTM. Ja, maar dat is toch te hek om los te lopen. Als je daar iemand een specialist zet. Mm-hmm. En Birgit van Mol, die daar werkt, die vraagt hoe lossen we het vluchtelingenprobleem op? De oorlog in Syrië moet stoppen, dat is toch hilarisch. Ja. Maar ga je dat dan niet... Kan die expert niks beter bedenken dan? Maar vroeger kon je dat kwijt in het blad. Ja. Jouw openingszinnen, jouw columns die daarin stonden, waren volgens mij een zeer persoonlijke benadering van de actualiteit. Mm-hmm. Ga je dat niet missen? Of zeg je van, dit ga ik verder doen zonder het blad, of Facebook, of whatever? Maar ik denk dat het goed is dat ik er een tijdje mee stop. Want, ik ga het missen, maar ik denk, je hebt Facebook, je hebt Twitter, je kan altijd je mening kwijt. Hè. Het was natuurlijk wel leuk dat je een editoraal hebt, waar je een keer kunt... iets langere teksten schrijven. Je weet ook, je bent hoofdredacteur van een blad. Je zult wel meer gelezen worden. Maar ik wil nu wel wat rust. Hè. En ik, pas op, ik heb ook vijanden gemaakt door die voorwoorden. Hè. Is dat zo? Ja. Je was wel wat tegendraads in die voorwoorden. Ja, weet je, vooral... Ik vind dat je niet altijd moet meehulen met de rest. Als iedereen zot was van die Rode Duivelsgekte, dan was ik de eerste die daar stond van, luister ik hier, die coach heeft nog niks bewezen. Bij Sint-Truiden is hij buiten gevlogen. Ja. Hij heeft nooit iets bewezen. En ik voorspel u, het volgende EK gaat hij verprutsen ook. Ik bedoel, ik kan daar niet tegen. En dan word je wordt afgebrand als je kritiek hebt op de Rode Duivels. Dan zit onmiddellijk ook, jij bent een NVA, hè, want jij zit tegen... Krijg je het vakjes denken op basis van meningen? Daar word ik gek van. Van dat hokjes denk. Je wordt onmiddellijk, ook als journalist, er is een soort... Je moet in een kamp zitten. Mm-hmm. Je moet links zijn of rechts zijn. Terwijl dat bij mij totaal niet aan de orde. Dus ik kan de ene week ben ik kwaad op Ben Weitz, omdat hij nog altijd het inhaalverbod van vrachtwagens bij regenweer niet aanpast. En de week erop ben ik kwaad op John Crombie, op dat het liegen is over cijfers. Dus. Maar toch moet je zit onmiddellijk in een kamp. En dat is een fout evolutie totaal. Ja. Begin jij de ochtend met een krant of met actualiteit, waarbij je zegt van, kijken wat er gebeurd is in de wereld? Ik start elke ochtend met hln.be. Ja? Omdat dat, vind ik, de snelste site is waar het meest informatie op staat. En dan borrelt er iets op waarbij je zegt van, hier wil ik iets over zeggen. Ja. Maar dat kan ook pas een dag voor een deadline zijn of een paar uur voor de deadline van mijn blad zijn, broer. Ja? Als je mijn editoraal bedoelt, als ik mijn mening heb, dan stuur ik die soms veel te snel door ook. Mm-hmm. Maar misschien... nadenken. Nogmaals, in een blad kon je dat kwijt. Je zegt van, men probeert mij in een vakje te mm-hmm. zetten. Dan zeg ik, bij heel veel gasten die ik hier ontvang, je bent klaar voor de politiek.
Je hebt een draagvlak, je bent bekend, je kan meningen geven. Hap klaar. Ja, kijk naar jezelf. Nee, het gaat niet over mij. Het gaat niet over mij. Ik vind een journalistieke carrière, als je in de politiek gaat, dan moet je zeker zijn dat je nooit nog terug gaat aan journalistiek. Mm-hmm. En... Er zijn uitzonderingen. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat de weg niet makkelijk is. Mm-hmm. Maar ik moet niet interviewen, ik weet dat ook wel. Maar ik denk dat je, als je journalist wilt blijven, dat je best zo ver mogelijk van de politiek wil blijven. Mm-hmm. Actuele thema's, politiek, mm-hmm. en als wat maatschappelijk erbij hoort, als je praat met en over BV's, ligt heel gevoelig. Ja. Mensen hebben angst om een mening te uiten. BV's zijn heel voorzichtig geworden, dat heb ik gemerkt ook. Er zit er ook altijd al nu een manager bij. Dus je hebt nu, momenteel wordt een BV van VTM, de tekst wordt nagelezen door de BV zelf, dan door de manager en dan nog een keer door de woordvoerster of de persverantwoordelijke van VTM. Ja. Dat is een slechte evolutie, vind ik. Maar dat komt ook, ja, omdat waarschijnlijk BV's zich af en toe tekort gedaan worden, dat ze niet juist geciteerd worden. Ik heb met heel weinig BV's problemen gehad. Meestal waren ze tevreden van hoe hun interviews werden weergegeven in ons blad. Maar ik vind ook, het respect moet van beide kanten komen. Als ik een BV-interview en ik citeer die correct en ik krijg het interview terug en er staat helft van de teksten zijn rood gemarkeerd dat het moet aangepast worden, nou, dat is eigenlijk no way. Komen ze dan terug op hun woorden? Of waarom ja, is dat? Ja, die komen dan terug op hun woorden. Of hetzelfde geld, zeggen ze, ja, de boekjes. Of de vriendin heeft het gelezen, of de moeder, of de manager. En ze laten zich beïnvloeden door iedereen. En ze staan niet meer achter een woord, maar je moet wel beseffen dat de journalist die dat geschreven heeft, daar ook zijn tijd in gestoken heeft. Wat doe je dan heeft. Als je dat zo vol rood terugkrijgt? Zeg je van, oké, we passen het aan, uit angst omdat die BV's dan niet meer met het blad willen praten? Want je hoort heel veel kritiek op algemeen dan de boekskes. Wel ja, in mijn geval, als ik hoofdredacteur was en die journalist zei van, kijk, ik heb haar correct geciteerd, dan moest hij van mij niks aanpassen. Ja. Ik vind dat, dat als dat correct is, en dan moeten ze achteraf maar zagen, bij de Raad voor Journalistiek, weet ik veel... Maar als dat correct is, is dat correct. Ja. Natuurlijk, wij zijn geen paparazzi-blad. Hè. Ik vind altijd, als je bij de boekjes ook... Dat is net dezelfde redenering die ik maak. Als je je trouwfeest laat sponsoren als BV, mm-hmm. dan moet je ook niet verwonderd zijn dat ze ook op de eerste rij staan als je scheiding of dat, aan je broek hebt. Ja. En dat merk, dan vind ik soms een beetje hypocriet aan veel BV's. Je gebruikt de boekjes als het je uitkomt, maar als ze tegen zijn... Ja, dat zijn ten ene keer de slechte. En dat is niet correct. Ja. Oké, okay. Komen ze dadelijk terug met veel meer in deze Ment Late Night. Welkom terug bij Ment Late Night. U bent nog lekker wakker. Dat is goed als u een stuk gemist heeft. www.mentlatenight.tv. Je kan ons ook altijd e-mailen en volg ons op social media. Instagram, Facebook. Daar vind je alles van wat we aankondigen en willen vertellen. Je hebt iets gezegd over terug naar P-magazine. Het moet opnieuw het prikkelende weekblad worden van weleer wat mannen bezighoudt. Ik vraag het jou even. Wat houdt mannen bezig? Vrouwen. Denk ik toch? Lang antwoord. Vrouwen. Vrouwen. Stopt het nee, dan. Nee, vrouwen, avontuur, auto's. Actualiteit. Het zijn clichés eigenlijk. Het is boys and toys, het zijn vrouwen, ja, boys decolleté, and toys. Ja, kontjes, pappakken. Ik stel gewoon de vraag. Ik bedoel, uiteindelijk is er dan niet veel veranderd. Mannen weten waarom en toch, mannen kopen niet. Ja, maar dat heb ik al uitgelegd. Hè. Het gaat over het lezen. Hè. Het gaat over willen lezen. Hè. Ben jij die man die je beschrijft, van dat is de lezer? Ik wil iets zien over... Voetbal interesseert me. Allee, ik bedoel, je bent een hevige voetbalfan? Ja, ja. Supporter van... Cercle Brugge, maar die zit nu in tweede. Ja. Ik denk dat nog altijd clichés kloppen. Man wil een goed interview lezen, die willen sportstukken lezen, die willen een keer een schoonmadammetje zien. Dat klopt nog allemaal, maar... Ik denk dat het medium is misschien niet meer juist. Ze vinden een ding wel op internet en dat is het gewoon. Ben jij een familieman? Ja, toch wel. Ja. Ik ben, als er één positieve zaak is aan het einde van de P, is dat ik nu meer voor mijn gezin heb. Ja. Ja? Meer tijd voor mijn gezin heb. Ja. 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 Ben je trouw? Niet geweest, maar nu toch redelijk, ja. Dat nu wel bedoel ik. Dat vraag ik dan meer. Nee, maar vraag trouw nu. Bij mijn huidige vrouw wel. Maar ik heb een tijd mijn vrouw bedrogen. Ja, toch wel? Ja. En zij weet dat? Mijn ex weet dat, ja. Ah ja, je bent gescheiden?
Ik ben nooit getrouwd ook geweest. Ah ja, oké. Okay. Nee. Het is ongeveer hetzelfde natuurlijk. Ja. Ik bedoel, want ik heb zitten zoeken naar jouw privéleven eigenlijk. Ook via Google. Dat is de eerste check die je doet. En eigenlijk vind ik daar heel weinig over. Ja, ik heb nooit te koop gelopen ook in mijn privéleven. Maar het was ook zo boeiend niet. Ik bedoel, ik had om het jaar lief. En één keer een vaste relatie van 4 jaar, die is dan stuk gelopen. En ik heb mijn huidige vrouw, het is niet mijn vrouw, mijn huidige, noemde dat eigenlijk lief, maar wie dat qua kinderen heb, leren kennen op die wereldreis eigenlijk. Ja. Wij gingen er naartoe als vrienden en we zijn daar verliefd geworden. Dat is wel een redelijk romantisch verhaal. Dat is mooi, hè? Ja. Maar, en dat was de ware. Ja. Ik heb de ware maar ontdekt aan mijn 37, 38 jaar. Ja. En soms moet je er een tijdje op wachten. Je hebt in het gesprek voor dit programma werd mij ook duidelijk dat je zegt van ik heb eigenlijk alles al gedaan. Ja. In de media bedoel ik. Ja, in media dan. Maar ja, je hebt ook al een wereldreis gedaan. Dat is bijvoorbeeld als je de bucketlist neemt van heel veel mensen, heb je al heel veel dingen gedaan wat altijd terugkomt bij mensen, wereldreis enzovoort. Zeg je nu nog van oké, dit zou ik nog willen doen met mijn leven? Of carrièrematig ook misschien die twee een beetje uiteenhalen? Ja, het is dan net dat mij zo angst inboezemt dat ik het niet weet. Ik heb tv gemaakt, ik heb hoofdredacteur geweest en ik vraag me nu nog af, wat kan mij nog prikkelen? Ik heb een wereldreis gemaakt en ik denk dat nu het kleine is. Gewoon in mijn hof zitten en naar de vogels kijken en met mijn gezin bezig zijn en confituur maken. Maar ik weet dat ik dat binnen een paar maanden ga beu zijn. Ja. Maar ik hoop dan dat ik het licht zie, maar momenteel weet ik het niet. Ja. Wat mij opviel toen je vol passie vertelde over je wereldreis en alles wat daarbij hoorde, dan krijg ik het gevoel van je zit gewoon te wachten dat je hier kan vertrekken in dit land. Ja, maar het feit is dat ik twee kleine kinderen heb, maar anders was ik weg. Hoe oud zijn de kinderen? 3 en 1. Ja. Zijn ze niet makkelijk meeneembaar nu op die leeftijd? Ik vind mijn gewoon de organisatie nu al in een huis waar je elektriciteit, water hebt, is al zo lastig om ze naar de crash te kunnen brengen. Dit en dat. Ik mag me niet voorstellen dat ik daarmee in een jungle van Borneo zit. Ja, ja. Ik word gek, hè. Maar dat heb je ervoor over. Je eigen ambitie of misschien je eigen verlangen opbergen in functie van je kinderen. Ja, onze droom is, met ik en Celine, om een dag met onze kinderen dezelfde wereldreis te maken die we ooit gedaan hebben. Mm-hmm. Maar momenteel, ik vind dat heel lastig, twee kinderen. Okay. Twee kleine kinderen hebben en opvoeden, ik vind dat heel lastig. Oké. Okay. Bedankt, Jeroen de Nagel, voor dit openhartig gesprek. Dit was Mint Late Night. Graag tot de volgende keer.